Bent u een startende ondernemer, een ervaren ondernemer of doet u internationaal zaken? Er is één bank die u 24/7 en overal bij u kan hebben. Al uw bankzaken, tot aan uw vingertoppen. Thuis, op kantoor, onderweg. Of bij uw vertrouwde bank. De Hagringbank is uw financiële partner bij elke ondernemende stap. Vanaf het kleine begin tot de grootste dromen. Hagringbank denkt met u en uw business mee. Makkelijk zaken doen met de Hagringbank. Ava Salman, 18 jaar jong en ja, je second home, Rock CrossFit, de box hier. Hoe ben je hier beland om meteen met de deur in huis te vallen? Goed, ik heb in mijn jeugd altijd heel veel verschillende sporten gedaan. Ik heb paard gereden, atletiek, ik heb geturnd, ik heb getennist en karate zelfs. Maar ik zat altijd een beetje tussen sporten in. Ik heb lang gedanst en ik kon nooit iets vinden dat ik echt heel leuk vond en dat ik ook echt op als competitiesport wilde doen of zo. En mijn vader en mijn huidige coach Randy, die kennen elkaar al heel lang. En Randy is als een van de eerste in Suriname begonnen met CrossFit. En toen wist ik ook nog niet wat het was en toen zei mijn vader van hey, een vriend van me is met iets nieuws begonnen. Wil je het niet gaan proberen? En dat was 4 jaar geleden ongeveer. En toen ben ik 1 les gaan proberen en ik ben gewoon nooit meer gestopt. Oké, en dan om terug te gaan naar het prille begin. Je zei je deed zoveel verschillende sporten. Werd het van huis uit echt gestimuleerd dat je moest sporten? Niet dat het... we werden wel gestimuleerd echt om te sporten. Het was een beetje altijd de bedoeling dat we tenminste op 1 les zaten, zeg maar, om buitenschool ook te bewegen. Ja. Ik kom ook echt uit een sportfamilie, dus mijn familie Salman is echt, zijn allemaal sporters geweest en hebben allemaal een sport gedaan. Dus het is, ja, was wel vanzelfsprekend dat we altijd, als we iets niet meer leuk vonden, dan gingen we op zoek naar iets anders om te doen. En was het wel gewoon open communicatie van ik vind dit niet meer zo leuk, ja, wat anders dus checken. Dat wel van ik vind dit niet meer leuk, dan gaan we iets anders checken en zo. Ja. En op een gegeven moment, ja, mijn broer die is uiteindelijk toch niet zo'n sporter. Dus die is er ook mee opgehouden op ongeveer 16 jaar of zo. Okay. Maar ik wel, ik hou echt van sport, dus ja, ik ben bezig. Je bent papa's prinsesje. Denk je dat hij ergens echt blij is dat jij sport zo extra serieus neemt? Ik denk het wel, maar ook tegelijkertijd niet. Want hij heeft al 3 zonen en toen een dochter en hij wilde echt een meisje. En die een ballet deed. Ja, precies. Dus ik heb ook heel lang gedanst. En toen ik op een gegeven moment was van oké, ik wil niet meer dan, ik wil stoppen, want ik deed dans en CrossFit tegelijkertijd heel lang. En toen op een gegeven moment was ik van oké, ik wil stoppen met dansen, want ik wil fulltime CrossFit gaan doen. Toen was het toch wel van, ben je zeker? Ga je het niet missen, weet je? Dat soort dingen. Maar nu is hij wel echt een van mijn grootste supporters, zou ik zeggen. Hij doet de sport ook, zodat hij ook mee kan praten en mee kan doen. Dus het is echt heel leuk. Ja. Hoe was het thuis vroeger? Je hebt 3 andere broers. Jij bent het jongste kind, een meisje. Deden jullie de sporten ook thuis? Je zei karate. Ging dat thuis door? Ja, omdat mijn vader dus zelf karate coach is, dan wilde hij altijd. En mijn oudste broer heeft ook heel lang aan karate gedaan op competitieniveau. Dus die was wel vaak met mijn vader bezig aan karate. En hij probeerde het soms ook met mij, maar ik... Van karate, dat was nooit echt mijn ding, maar ik was wel een tijdje verplicht, zo van je moet jezelf kunnen verdedigen, die dingen. Maar het was thuis, waren we wel bezig, maar niet echt dat we thuis echt sporten of zo. We hadden allemaal onze eigen sport en onze eigen lesjes en zo. En nu ben je van het jongste kind uitgegroeid tot de sterkste in het gezin. Vind je broers dat ook nog steeds even cool? Ja, het is soms vooral met mijn vader omdat hij ook CrossFit doet. Dus die anderen zijn misschien niet zozeer bezig met gewichtsheffen. Mm-hmm. Maar omdat mijn vader ook CrossFit doet, dan
doet hij bijvoorbeeld de les van 5 uur en ik kom 6 uur. En dan is hij van, ja, ik heb zoveel opgetild. En dan kijk ik op de leaderboard en dan zie ik, ah, hij heeft gewoon meer dan me opgetild. En dan ben ik van, hoe kan dat? Dus het is wel, en het is ook een hele, we zijn heel competitief. Vooral CrossFit is een hele competitieve sport. Je bent altijd, iedereen is altijd in wedstrijd met elkaar. Yeah. En het is, dus dat is echt heel leuk. Oké, en dan, ja, iedereen is altijd in wedstrijd met elkaar, maar heb je toch een hele grote familie hier bij Rock CrossFit? Ja, zeker. Ik denk sowieso dat elke CrossFit box, sowieso de CrossFit familie over de hele wereld is echt een close community. We houden allemaal heel erg van de sport en echt iedereen die CrossFit, het is moeilijk om CrossFit te doen en niet bijna obsessed te zijn ermee, zeg maar. Iedereen kijkt naar die wedstrijden, iedereen komt, maar het is ook, mijn vader noemt het altijd ook het, echt zijn gezelligheidsuurtje van de dag wanneer hij naar de box komt. Ja. En soms hebben de coaches daar ook last van, dat ze echt zeggen van oké, is te gezellig. Even focus. Want het is wel echt altijd leuk om naar de box te komen. En al train ik bijvoorbeeld van 6 tot 7, ben ik er waarschijnlijk nog een uur om met iedereen door te praten. En het is wel echt een familie, Wat ik weet niet zoveel over de sport zelf, maar wat ik wel weet is dat je challenges krijgt, toch? En ja, je moet jezelf daar uitdagen om een challenge te halen. En dat kun je dus gewoon doen met alle andere sporters, crossfitters over de hele wereld. Ja, dat kan. Toch? Is er een bepaalde applicatie voor? Of hoe managen jullie dat? Dus, CrossFit heeft 1 grote wereldkampioenschap en dat is zeg maar de CrossFit Games in Amerika. En daarvoor is er een kwalificatieproces waarbij alle nationale kampioenen van elk land waarin er CrossFit boxen zijn, worden uitgenodigd om mee te doen aan die wedstrijd. Dus dan is er een kwalificatiewedstrijd, dat heet de Open, waarbij iedereen mee kan doen. En dan wordt er elke week voor 5 weken lang een workout released, die dan iedereen doet. En dan moet je het ook filmen en opsturen. En dan kom je op een leaderboard te staan, zeg maar, van je land. Van je land. Nationaal kampioenen krijgen na het hele proces, waarbij ze ook alle video's hebben nagekeken op je reps en zo, of je alles goed doet, een uitnodiging om dus in Amerika te competen. Ik heb honger, laten we eten bestellen. Ja, true. Ik heb al de hele dag niet gegeten. Ik heb echt ook honger. Kevin, burgers. Zijn jullie allemaal zeker dat jullie burgers willen? Ja. Besteld, betaald. Maar jullie gaan me allemaal 27,50 betalen. Plus benzine. Benzine? Ja, benzine. Ja. Oké. Stuur die poeder in de groep, hoor. Poeder, bro, ik heb geen wisselgeld. Kan je wisselen? Wisselen? Hé, hey, ik heb geen cash meer. Luister, met de mobile wallet Mopay kan je alles in je gepas betalen. Kijk, het is simpel, modern en gemakkelijk. Hé, hey, ga het nu downloaden. Hagere Bank introduceert Mopay, de mobile wallet van Suriname. Met Mopay waardeer je simpel op vanuit jouw Surinaamse of Nederlandse bankrekening en betaal, verstuur en ontvang je veilig en snel onderling geld. Mopay alasi. Alasi. Hey, welkom terug bij de Fysiotip. Vandaag gaan we het hebben over eenvoudige rek- en strekoefeningen die je kan doen voordat je uit bed stapt 's morgens. 's morgens zijn je spieren nog stijf en een beetje koud en dan is het handig als je ze even oprekt. Eenvoudige oefeningen zoals schommelen met de benen van links naar rechts of je rug hol en bol maken kunnen heel veel betekenen. Als je niet weet wat je moet doen, kan je altijd je fysio vragen voor wat meer tips. En dan gaan we nu terug naar Javelli. Misschien goed om je coach er even bij te halen, Randy, als je even erbij wil komen. Want er zijn toch wel wat, misschien onduidelijkheden over de sport, om het zo te noemen.
Hi Randy, hi. Welkom. Hi. Je mag hier maar gewoon mee naar voren hoor. Staan we goed? Yes. Yes. Ik heb een paar stellingen en jullie mogen daar beide op ingaan. CrossFit is bestemd voor mensen die oud sporten. Nee. Een dikke nee. Nee. CrossFit is voor iedereen. Iedereen, dat betekent, maakt niet uit hoe oud je bent, maakt ook niet uit hoe jong je bent en maakt ook niet uit wat voor shape je bent. Er zijn natuurlijk wel voorwaarden en een van de belangrijkste voorwaarden is dat je de oefeningen zou moeten aanpassen naar wat de persoon kan. Okay. En van daaruit kan je verder gaan. Yes, ja. Ik begrijp wel dat niet iedereen evenveel daarop let. Klopt. En als je daar onvoldoende op let, dan kun je inderdaad blessures krijgen of denken dat het niet voor jou is. Maar ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat de communicatie tussen degene die de sport beoefent, dus de atleet in dit geval, en de coach, heel belangrijk is. Het is belangrijk om duidelijk aan te geven wat je wel kan en wat je niet kan, wat wel pijn doet, wat niet pijn doet. En dan kunnen we daarmee werken. Dus zolang die communicatie goed zit, dan kan je in principe gewoon iedereen laten crossfitten. Zo is het ook begonnen trouwens. CrossFit is 10, 12 jaar terug begonnen als een personal trainingsvorm. En het is toen uitgegroeid tot wat het vandaag is. Maar nogmaals, voor iedereen doable. Oké. En ja, als je CrossFit doet, ben je vaak bij de fysio. Nee. Is niet de bedoeling. Mag ik daarop ingaan? En niet om de fysio tekort te doen, maar ik ben eigenlijk juist heel blij daarmee. Ik heb jarenlang met Ava's vader karate gedaan. Toen zat ik vaker bij de fysio. Juist toen. Grappig genoeg, sinds ik CrossFit doe, heb ik nu zoveel minder last van blessures. En het heel zeldzaam voorkomt dat ik naar de fysio ga. Nogmaals, het gaat erom dat je ook verstandig bent. Los van de training is herstel belangrijk. Dus goed slapen, goed voor je lichaam zorgen. Massages, dingen als mobility, stretchen. Er komt veel meer bij kijken. En als je dat volledig pakket in acht neemt, dan kan je heel goed blessurevrij trainen. Elke sport heeft blessures. Niemand kan dat onder stoelen of de tafel schuiven, maar als je voorzichtig bent en je goed zorgt voor je lichaam, dan zit je goed. Dan zit je goed. Nou, en dan terug te gaan naar jou, want ja, bij jou denk ik dat er toch wel heel veel verzorging bij komt kijken. Je bent de nationale kampioen bij de dames in Suriname. Ja. En je hebt Suriname ook al vertegenwoordigd als jongste deelnemster in Amerika. Hoe was die experience? En natuurlijk straks ook vanuit de coach, die sturing dat ze dat heeft kunnen bereiken. Het was was het niet zo dat alle nationale kampioenen werden uitgenodigd om in Amerika te competen. Het was zo dat het ging met de Open en dan de top 200 van de hele wereld die dan een uitnodiging kregen naar een andere wedstrijd en daarvan de top 30. Dus je moest zeg maar echt tegen de hele wereld een van de beste zijn om überhaupt mee te doen. En dat is vorig jaar veranderd en toen was het al, toen dat werd aangekondigd, was het al een besef van het kan dat ik naar Amerika ga. Ja. En dus toen hebben we natuurlijk echt extra hard. Ik denk dat dat er ook voor heeft gezorgd dat iedereen in Suriname harder is gaan trainen. Mm-hmm. Omdat je nu echt een kans hebt om op een groot platform Suriname te vertegenwoordigen. En dat was ook bijna het leukste deel, om daar te staan met die vlag van Suriname. Ja, die foto is echt iconisch. En zoveel mensen daar, er waren zoveel landen daar, dat was echt heel bijzonder. Wat je wel natuurlijk ziet is dat het niveauverschil wel groot is. Want bijvoorbeeld, ik moet om nationaal kampioen te zijn van Suriname tegen misschien 7 andere vrouwen die ook op dit niveau, op zo'n hoog niveau sporten, competen in de Open. Terwijl bijvoorbeeld in Amerika zijn het 10.000 mensen waarvan je de beste moet zijn. Dus het niveauverschil als je kijkt naar het Caribisch gebied en andere kleine landen tegenover Amerika, Canada en Europa is het wel een heel groot verschil. Vooral omdat ik ook erg jong was. Ik was 17 en iedereen anders in zijn piekperiode is misschien 25 of zo. Maar het was wel echt een hele leuke ervaring en ook goed om te zien waar je staat in vergelijking met de rest van het Caribisch gebied. Dus het was echt een hele leuke ervaring en ook heel veel, je hebt heel veel kunnen leren en ook heel veel mensen ontmoet tegen wie je opkijkt. Dat was heel gek, want ik kijk al zo lang naar zulke bekende crossfitters op
in documentaires, op YouTube, op Instagram. Mm-hmm. En dan staan ze gewoon naast je. Dat was echt heel, dat was heel cool, ja. Wat was het bericht dat je haar die ochtend gaf voor de wedstrijd? Want je was er zelf niet bij, toch? Ja, wel. Of was er wel bij? Oké. We hebben de voorbereiding, eigenlijk het hele proces doorlopen. Mm-hmm. Het is natuurlijk begonnen direct nadat ze de bevestiging heeft gehad dat ze mee kon doen. Ja. En toen zijn we een traject ingegaan en we hebben zelf contact gehad met coaches uit het buitenland die haar hebben benaderd en zeggen van hey, we hebben programma's, wil je die volgen in voorbereiding? We hebben dus gekeken hoe dat past bij wat wij hier doen en het is eigenlijk heel goed gegaan. Ava heeft mooie sprongen vooruit gemaakt in de voorbereiding. We hebben de trip daar naartoe gemaakt en we waren erbij. En ik wist wat ze voelde, wat ze doormaakte, omdat ik natuurlijk in mijn periode ook in haar schoenen heb gestaan. Precies. Om eigenlijk alleen te zijn, je land te vertegenwoordigen, of de jongste ergens te zijn, of het gevoel te hebben van hey, iedereen anders is zoveel beter of zoveel meer ervaren als mij. Ja, dus ik wist wat ze doormaakte. Ondanks dat heeft ze het heel goed aangepakt, luisterde heel goed, de instructies waren duidelijk. En ze volgde die ook en de focus zat erin. En wat ik het mooiste vond is dat ze wel echt het beste heeft gedaan. Gewoon alles wat ze had heeft gegeven. En eigenlijk is dat wat je nodig dat hebt. Dat heb je nodig. Dat heb je nodig. En de rest dat komt allemaal met ervaring, met sterker worden. We wisten, ik wist dat Ava de jongste was daar. En ik wist ook dat er dames daar waren die op in zoveel langer bezig zijn met de school, zoveel sterker zijn, misschien een andere background hebben. Maar desondanks, nogmaals, heeft Ava zo hard de best gedaan en ze heeft echt een statement gemaakt. Ze is opgevallen, iedereen had zoiets van, hey, daar zit potentie in en ik heb het ook aan haar gezegd. We gaan gewoon doorwerken, want je hebt nog zo'n lange weg te gaan. Je kan nog zoveel beter worden, omdat je zo jong bent en je hebt nu al zo'n geweldige bagage. Dus van daaruit kunnen we verder. Online shoppen wanneer het jou uitkomt. Dat kan nu bij hoppa.sr. Via uw computer, tablet of smartphone kunt u 24 uur per dag shoppen. Ervaar het gemak van Hoppa. Online shoppen, online betalen met Hop, thuisbezorgd. Hoppa, shoppen zo geregeld. Bezoek nu hoppa.sr. Powered by de Hagerenbank. Iedereen, ik ben Dr. Shan Emanuel. Vandaag zal ik jullie wat handige tips geven om te voorkomen dat je het coronavirus krijgt. Het coronavirus veroorzaakt een ziekte die lijkt op een griepje en het is heel erg besmettelijk. We gaan je vandaag aanleren hoe je kan voorkomen dat je het coronavirus krijgt. Hier volgen de tips. 1. Stop om jouw handen te gebruiken bij het groeten van elkaar. Groet elkaar op een unieke manier. Zonder elkaar aan te raken. 2. Stop om rechtstreeks uit de koeler of van de kraan te drinken. Gebruik een flesje en houd de kraan vast met een tissue. Gooi de tissue daarna meteen weg. 3. Ook samen drinken met een ander uit één fles doe je liever niet. 4. Stop met het niezen in jouw handen. Gebruik een tissue en gooi die meteen weg of nies in je elleboog. 5. Raak jouw ogen, neus en mond zo min mogelijk aan. En was jouw handen goed
met water en zeep. Nu ben je goed op weg om jezelf te beschermen tegen het coronavirus. Blijf uit de buurt van mensen die hoesten, niezen, slecht ademen, koorts hebben of die recent in het buitenland zijn geweest. En als je niet goed voelt, bel 178. Maken we die afspraak?